ben met Imke, mijn nichtje en luister. Wij maakten vroeger altijd al vlogs. Dus dit lijkt zo cringe. Maar oké, hoe leuk is dit haar? Even serieus. Geweldig. Nee, natuurlijk niet. Kut, Janus. Oh, en voor als je het door hebt, ik vlog weer even met mijn oude camera. Ik ben nog niet helemaal overtuigd van mijn instellingen en zo. Ik heb ook nog niet heel veel aan die instelling gedaan. Dus ik vlog vandaag gewoon maar met dit. Ik weet jullie mening nog niet. Ik heb nog niet een vlog gezien met die andere, maar ik heb hem wel mee. Vandaag gaat een droom van ons uitkomen. Yes. We gaan naar Londen. Yay. Helemaal zin in. We hebben allemaal gezeik. Gezeik niet. Nou, we hebben deze koffers, maar dan wil je besparen op, zeg maar, domme dingen. Zoals een extra koffer. Ja, en dan kom je er toch achter dat wij vrouwen net iets te veel meenemen. Plus, ik wil er geen rekening mee houden hoeveel ik mee wil nemen. Dus ik neem gewoon een tering grote koffer mee voor 4 dagen. Ja, we gaan letterlijk over een kwartier naar Schiphol. En ja. We zijn nu nog even aan het inchecken. En die extra koffer aan het bijboeken, want ja. dit ging mis. We gaan eventjes die koffers fixen nog. Even proppen. En dan moet het goed komen. Ik heb zoveel zin in Londen. Ik ben zo benieuwd. En we gaan morgen toch iets leuks doen. Moeten we even aan de overkant staan? Ja, want wij hebben de trein even gemist. Wij gaan gauw even verplaatsen. Ja. Gaat, en dan zijn we 1,5 uur van voor... tevoren. Ja. Nou ja. Ze zeiden 3 tot 2,5 uur. Little, ja, little. Lijkt erop. Living on the edge. Er wordt nog even snel een delletje gehaald. Tegen mij. Ja, even frikadelletje. Heb je niet in Londen? Ik trek deze vrouw echt niet. Ik heb lekker een koppetje, een koffietje, een haverkapuutje. Wij zitten helemaal... Wij konden het niet vinden. Maar ja, wat is dit nou? Ja, hij staat er niet op. Gaat hij later? Zaten we bij aankomst te kijken. Londen vrouwen zijn zo dom, hè? Oh, ik word echt zo helemaal... Ik ga echt iemand straks een klap op zijn kaak geven. Ik heb het idee dat u nogal wat woede in zich draagt. Zie je, mensen lopen hier allemaal, ze weten niet waar ze heen moeten. Wij zitten helemaal... Wij konden het niet vinden. We found it. We found it. Daar moeten we zijn. Nieuw. London, yes! Yes! We zijn er. Eindelijk. En het is best wel lekker, want het is maar 10 minuten verschil met hoe laat het was toen wij in Nederland vertrokken. Deze vlucht ging ook mega snel. Ja, toch? Dit was echt, je zit en je bent klaar. Kijk nou, Imke. Hoe leuk is dit? Ja, nu weet je dat je echt in Londen bent, hè? Kijk hoe druk ook, joh. Ja, het is echt bizar druk. Even een selfie. Hop. Het is echt niet normaal druk. We zijn aangekomen in het hotel. Eindelijk. We hebben de cheapest. cheapste hotel in Londen gehaald. Nou, het bed mogen we nog zelf opmaken, maar... Niet. Nou, valt me echt mee. Het valt even mee. Dat vind ik ook echt meevallen, ja. Ik vind het best wel groot. Ik dacht dat het veel kleiner was. Nou, ik kijk helemaal prima. Basic as we are. Yes. Maar weet je, eerlijk is eerlijk. Waarom zou je heel veel geld spenderen aan een hotel, terwijl je er alleen maar heel eventjes bent om te kleden en zo? True. We hebben een föhn, de badkamer. Nou, oké. Bijzondere douche. Ja. Allemaal van die spijker. Nou ja, daarom zijn er zoveel van die oudjes hier. Ja, dit is gewoon... Ik ken vanavond zitten douchen! Hoe lekker is dit? Er hangt ook gewoon zo'n alarmding. Dit is... Zullen we het er eens aan trekken? Nee. Nee. Het plan is chillen. We hebben geen kastruimte. Volgens mij hebben we ook geen kast. Oh, nee! Huh? Nou, dit is de kastruimte. Hier. Dit is de kast. Dit is... Wat goed. Dit is de kast. Dit is het enige. Nou. En ho. Hé, hey, en tenminste dit. Één iemand van ons kan zitten. En we hebben 2 haakjes. Hier zo. En een bieropener. Waar ik net achter... Ik heb hier een chick, die heb ik ontmoet in de sportschool. En die woont in Londen. En die zegt, draag je hakken of niet? Ik zeg, nee, ik heb ze niet eens meegebracht. Ze zegt, fuck. Heel Londen kom je nergens geen club in zonder dat je hakken draagt. Dit vind ik echt heel raar. Het is een regel. Oh mijn hemel. Nou, dan kopen we morgen bij de Primark hakken. What the fuck? Oké, we zijn dus aan het wachten op de taxi. En dan gaan we eindelijk eten. Besef, ik ben vanaf 10:30 vertrokken. En het is nu 8:15 in de avond. We hebben echt zin in eten. Ja, we gaan mijn vlog aan het overnemen. Tuurlijk. Ja, joh, ik kan gewoon niet meer nadenken. Zoveel trek ik heb ik. Oh mijn god. Het is ook leuk. Om... Dag! Weg hier! Dag! Verdomme! Oh, wat een chaos. Ik voel helemaal chaos.
Maar oké. Het is wel leuk, want we gaan wel echt leuk eten, denk ik. Ik ben heel benieuwd. Het is wel fijn dat je het hoort van iemand die hier woont. Want dan weet je wel echt dat je in een leuke plek zit. Nou, en ik ben helemaal flabbergasted dat je geen fucking sneakers aan mag. Vind ik heel raar. First stop. We zijn er. Mano. Ik ben erg benieuwd. En hier hebben we dus alleen starters, omdat we echt tering veel honger hebben. Oké, guys. Hier dus uitgenodigd als influencer. Nou, dit gaat echt een en al chaos. Dan wil je liever gewoon betalen voor je eten. Het is een bijzondere setting. Nee, ik moet je zeggen, zij heeft gewoon heel snel geschakeld. Omdat er ineens last minute zei die guy, die eigenaar hier van... Hey, yo, we hoeven eigenlijk niet meer. Dus je kan alleen gratis drinken. Nou, dat is ook al heel erg tof. Begrijp me niet verkeerd. Maar dan ga ik liever samen gewoon ergens anders uit eten. Want dat hoeft niet per se. Goed verhaal. De muziek staat hier heel hard. Maar we zitten ook letterlijk naast... De DJ. Ik heb echt zoveel zin in dit weekend. Echt niet normaal. Het is gewoon niet te beseffen dat je dan samen op een gegeven moment op een leeftijd bent dat je samen op reis kan. We gaan door naar Inca. Dan gaan we lekker eten. En dat is een soort leuk showtje. Ja, een soort dinnershow. En daarna wordt het een club. Dus ik ben erg benieuwd. Ja, dit is zeker een domper. Nou, wij wouden naar de binnen. Ik heb mijn ID-kaart niet mee. Ja, dat is ook dom van mezelf. Plus, deze schoenen zijn niet goed. Ik heb alleen maar sneakers meegenomen. Alleen maar sneakers. Ik kan er echt niet bij met mijn hoofd. Dat ze zo moeilijk zijn. Ik snap het echt niet. Zitten we hoor. Ja. We zijn echt moe. 11:30 s'avonds is het in Nederland. Mijn gute. Hier bijna 10:30. We gaan lekker eten. Eten komt eraan. Eindelijk. En daarna gaan we lekker met onze food belly after dinner dip tukken. Oh, zin in? Dat bed lag best wel lekker, hè? De bed lag tof. Ik kijk er ontzettend naar uit. Ik ook. Back in the hotel. You wanna be ready. Bed. Sleep well, bitch. Dank je. I'll see you tomorrow. En morgen mag hopelijk het iets beter gaan. Maar... morgen gaan we zoiets leuks doen. Eigenlijk, omdat ik dit op TikTok heb gezien, dacht ik echt, fuck, nu moet ik echt hierheen. Ik denk dat heel veel mensen het wel kennen. Ik denk het ook. Het is ook in Nederland, maar dit is wel... Is het ook in Nederland? Het is ook in Nederland, oh. Maar dit is wel de ultieme experience. Ja, natuurlijk. Dat denk ik ook. Ik heb het echt niet normaal. Nou, het is sowieso niet zoals in Nederland hier zo. En morgen hakken kopen. De groeten! Good morning! Ja hoor, wij zijn ons aan het klaarmaken. Zo, is dit ding zo goor? Volgens mij wel. Wait a second. Ik ga in een glitteren glimmer en deze meid in een heerlijk jurkje. I love it. We zijn ons aan het klaarmaken, want we gaan naar Mamma Mia. Mamma Mia! Dus we zijn even nummers aan het inzingen. Yes. En Casper het Spookje mag heel snel even iets op het gezichtje knallen. We gaan over 20 minuutjes of zo al weg. Zo, so, let's go. Ik kan mijn tickets niet vinden en we bellen nu met die guy. Have a great day. Ja, you too. Bye. Oh, ik ben blij dat we dit weten. Oh, ik ook. Maar hoe kan dit nou? Hoe kan het? Hoe kan het dat hij zegt, oké, ik stuur de tickets nu. Ze hebben het teruggeboekt en nu hebben ze de tickets gewoon gestuurd. Zo raar, toch? Even, als ik niet had gebeld, dan hadden we daar gestaan en dan was het zo van, ja, je hebt niks. Ik heb ook niet goed gecheckt. Ik denk dat, dan is het klaar, dan is het geregeld. Maar oké, het is gelukt. We did it. De volgende keer doe ik de tickets voor even. Nee, ik kan dit. Nou echt, we zijn als nou, drie blondjes. Naast mij loopt nog een vrouw. Zij is 51, ik zweer. Hoe oud zou haar gokken? Ik dacht 30, halverwege 30. Ja toch? Iets van 38, 40? Zo grappig. Zij is helemaal in de glitter ook. Ze zegt ja, als je boven de 50 bent, dan doe je dat gewoon in je eentje. Nou, dat vind ik echt geweldig. Dat ze zichzelf gewoon lekker op deze trip meeneemt. Maar ik ben lekker met mijn nichtje. De cute niggie. O2 is waar we dus zijn, de O2. En blijkbaar is dit echt een sick groot gebouw met allemaal lekkere eetcafeetjes en dingen. Je kan hier zelfs indoor skydiven. Een trampolinepark. Je hebt echt van alles. Zo leuk. Ik ben benieuwd wat jullie van deze camera vinden, zeg maar, vergeleken met die andere. Ik heb natuurlijk niet voor niets die ene camera gekocht, maar ik weet niet. Ik vind dit beeld net iets mooier, denk ik. But I don't know. Die andere is iets meer uitgezoomd en dat vind ik ook wel heel tof. Wellicht als ik de instellingen goed heb dat die dan wat mooier zijn, maar ik heb nog geen vlog teruggekeken. So, we will see. Het is gewoon meer dat deze best wel shaky is. En die andere zit natuurlijk een stabilisator op. Nou ja, we gaan het zien. Ik heb echt zo ziek veel zin in deze Mamma Mia show. Niet te geloven. Ik heb het altijd op TikTok gezien. Ik werd gek. Hoe cute is dit? Het is helemaal Grieks. Grieks aangekleed. Heerlijk. Helemaal zin in. Hoe schattig. Het lijkt echt alsof we even... Ja, echt te leuk. We mogen niet tijdens de show filmen, wat logisch is. Maar wel van... Oh, wajo. Even, hoe mooi is dit aangekleed?
is niet normaal, toch? Dit wordt echt één groot feest. Zitten ze allemaal met die dingen? Ik zie me nu al met Shayna als Wil en Tim. Met z'n tweeën daar aan zo'n tafel zitten met gemaakte vrienden uit Griekenland. Oh mijn god. Oh, dit is echt fantastisch. Ik kan echt niet wachten. Het lijkt net of je echt letterlijk, alsof je in Griekenland bent. Kijk nou. Niet te doen. En we hebben tafel 7, dus we zitten echt heel dichtbij. Can't wait, ben zo excited voor dit. Ik kan niet hoor. Will maakt onze dag goed. Dit is niet normaal. Hij zegt, als je goed waved, dan kom ik eerder. Oh, hoe heerlijk. Will. Oh, Will. Will. Yes. Oh, take. You look amazing. You look amazing. I can come back anytime. Yes. De security komt even vertellen dat wij niet op de stoelen mogen dansen. En niet op de tafels, maar voor de rest wel. Oké, thank you. Het wordt zo'n feest. Oh. Ja, die wachten, we gaan lekker dronken worden, hè? Ik ben die lekkere, stoute, geile geboetstraminer. Ook helemaal op. Godverdomme. Ik moet je zeggen, het is erg leuk. Weet je wat ik altijd met live muziek heb? Dan word ik emotioneel. Whoever cried at Mamma Mia. Er was letterlijk één nummer geweest. Ik was al aan het huilen. Los geniet ons, hè, hier in Gries. Ja, eerlijk, hoe leuk is het? Zal ik spelen? Ja, super. Superleuke ervaring. Ze komen ook echt heel dichtbij. Ze zijn echt, je zit echt midden in die musical. En kijk hoe prachtig. Het is nu donker. En dinner is ready. Laat ons even zien wat we voor eten hebben. We hebben lekker een biefje. En ik weet niet meer precies wat het is, maar aardappeltjes hebben we ook. Heerlijk gaaf sausje. Ja, ik heb sausje. Wat is dit nou? Geen. Ja, dribbel, dribbel. En dan heb ik hier nog een salade. Wat? Goed verhaal. Zo leuk. Minimaal. Oh, ik ben niet de enige die heeft gehaald. Yes, you did too. Ja. Even, hoe cute is het om iedereen hier te bekijken? Er zat zo'n lief oud omaatje. Ik kijk echt 17. Ja, echt zo lief. En die zat helemaal te losgenieten. Los. En hierachter, dit stel zat met helemaal met elkaar te dansen. Ik heb een filmpje. Hier komt ie. Alleen, ik zeg je wel eerlijk, dat is dus de sfeer dat iedereen eruit komt. Als ik nu iets ga doen, dat is dit. Hot say. Even dat toppie uit. Wij gaan heel even shoppen, want ik heb nog hakken nodig. Ja hoor, we hebben hakken gevonden. En dit is voor 11 pond. $11? Kijk eens, hoppa. Nou, dat doen we goed. Nog niet eens voor €15 hakken. Het zijn andere geworden, jongens. Kijk, dit kunnen onder zwart, maar ook onder blauw. Dat is top, hè? Kijk, wij zijn zo dom. Dit is gewoon, hey, de Big Ben. Wij wisten het niet zeker, maar het is wel gewoon de Big Ben. Look at that. Ze zeggen dat het hem is. Ja, ze zeggen op Google Maps dat het hem is. Even kijken hoor, ga maar. Big Ben ook gelikt. Oké, we zitten in de grimage. We gaan naar de Prins. Ja, en dan gaan we even met Devin en haar vriendinnen gewoon gezellig drankjes doen. Nou, dat wij ons weer helemaal hebben opgedoft vind ik al knap hoor. Even, ja. Toch? Dat is heel knap. We waren niet in de mood. Maar, not in the mood? We gaan er maar voor, hè. Je bent maar één keer in Londen. Ready, set, go. Dit heerlijke, cute, fluffy topje is van Tess Fee. In samenwerking met Rosalie. Ze heeft haar eigen dingen eruit gebracht. En look at my beautiful, beautiful, beautiful. Oh, dit is raar. Beautiful girl. Wow. We hebben afgesproken bij The Prince. En er staat een teringlangrij. Dus we gaan zien of we de inkomen. Ik zie tenminste wel alleen maar vrouwen op fucking sneakers. En ik heb hier, ik ben nu al bijna aan het lijden. Ja, dat is jammer. Ja, voor mij. In ieder geval de show. Ja, ik stil de show. Fantastisch. Het is niet normaal druk, maar fucking leuk. Er worden twee drankjes uitgedeeld.
ja, waar zit je nou in godsnaam naar te kijken, man? Zo, so, the bitches are home. Eerlijk, hoe leuk ze was dit? Ze zijn hier even aan het stofzuigen om 2 uur s'nachts. What the fuck? Anyway, het was zo leuk. Het was een superleuke avond. Ja, ik vond het echt niet normaal leuk. The Prince, echt een leuke bar om heen te gaan. Het is niet echt een club, maar het was gewoon heel knus. Ik heb de hele avond op blote voeten gedanst. Luister, iedereen draagt daar gewoon sneakers. Fuck my life. Dit was de Londen vlog nummer 1. Er gaat nog eentje komen. Kijk volgende week mee. Abonneer. Like, subscribe en een dikke toet van ons. Wij gaan lekker slapen. Joe. Hey, lijpe pets. Doe ze alle 3. Ik doe ze alle 3. Wat lekker.